Er zijn net 4 super schattige Shetlanders aangekomen bij ons. Dit zijn er 3 en ik ben nu net begonnen met deze. Dat is de allerkleinste. En ze zijn nog niet zoveel gewend, dus ik heb deze net voor het eerst een halster omgedaan. Goed hoor, braaf. Ik doe niks. Ik doe echt niks. Echt niet. Braaf, goed zo. Goed. Braaf. Dus ik ga hem nu eventjes borstelen en ik kan hier dus wat wennen en leren dat mensen niet eng zijn. Hallo schattenboutje. Hallo lievertje. Ja. Ik vind het altijd zo leuk om te doen. Hey kleine. Hey, kijk eens. Ben jij een knapperpony? Leuk kleine. Zo niet klein. Hoe schattig is dit dan? Dit is toch lief. Weer om vast te staan. Dat vindt hij ook niet leuk. Is ook spannend. Ik weet het. Maar er is niks aan de hand. Nee, er is niks aan de hand. Nee. Nou, dan ga ik die vacht even mooi borstelen. En ik ga die manen even een beetje van dat Cowboy Magic erin doen. En dan zie je er straks weer netjes uit, hè? Ja, wou je in de tussentijd even een wortel hebben? Oh, de zak is alleen nog dicht. Kijk eens, vriend. Ken je dat al? Of ken je dat nog niet? Hé, hey, klein. Nee, dat is ook spannend, hè? Hey daar. Oh, niks aan de hand. Oh, jij wel, hè? Kijk eens hier. Hey Billy. En die waren er al lang al, deze 2. Die zijn van Alyssa en van Sierra. Die werken hier bij ons. En die hebben alle 2 hun eigen chat. Ja, ben je knap? Ja. En deze zijn dus nieuw. En deze kleine. Hey Olly. Dit is Zwerfje. Zo hebben we hem genoemd. Ik heb hem nog niet eerder van zo dichtbij gezien. Oké, dus dit zijn onze eigen katten. Olly had niet verwacht dat Zwerfje daar zou zitten. Zwerfje is niet van ons, maar die is dus gewoon aankomen lopen. Ah, arme Olly is bang. Kijk, maar hij is best wel groot. Ik zie hem nu dus eigenlijk voor het eerst hier echt dichtbij. Nou ja, niet echt dichtbij. Hey Takito. Nou, Zwerfje dus. Ik ben benieuwd of we hem ooit kunnen aanraken. Ik heb net even pauze gehouden en ik ben wat gaan eten binnen. Nou, die heb ik dus net geborsteld, maar kijk hoe schattig. Kijk ze lekker liggen. Super lief. We hebben ze ook even een beetje gewassen. Nou, dit is weer een ander. Dit is ook weer een ander hoofdje. Hij schattenbout. Moet je kijken hoe ontzettend lief deze is. Die andere was dus best een beetje bang. Maar deze laat echt alles toe. En we hebben al een beetje zijn manen mooi doorgekamd. Nu zit daar de vacht aan het doorkammen. En dan worden ze weer helemaal mooi. Hé hey, kleintje, ook halstertje om. Ja, dat doe je knap hoor, helemaal. Dan hebben we deze. Die ben ik nu aan het worstelen. En die had dus wel wat klit in zijn haar, maar moet je kijken hoe mak deze ook is. Dus die ben ik nu een beetje aan het doorkammen. Er zit nou van dat olie heb ik erin gedaan, dat het weer lekker zacht wordt. Ik moet zijn vacht dus nog eventjes kammen. Maar zo ziet deze dus uit. Ik vind deze, oh ja, halsen zit wel heel apart. Jongetje, hola, niet hangen. Goed zo, juist. Ik vind deze het mooist. Nee, dat zou ik niet drinken, dat is sop. Het is buiten aan het regenen, dus we zijn hier binnen met de ponies aan het proberen leren lopen aan het touwtje. Kom maar. Ja, wat heet het goed? Kom. Stukje verder. Kom. Ja, braaf. Goed. Dus hoe we dat doen, is dat we eigenlijk druk aankijken. Dat we druk op het touw nemen. En als ze dan meelopen, dan gaat de druk eigenlijk weer af. Dus kijk, ik wil nu dat hij omdraait. Dan neem ik een beetje druk en dan laat ik hem weer los. Die is echt stout. Maar ja, dat is niet gek hoor. Dat doen ze heel vaak. Als ze nog maar net weten wat dat is, dan vinden ze dat heel gek. Ja, braaf. En als ze dan lopen, dan wordt het touw weer slap. Dus ik neem een beetje druk en dan laat ik die los. Goed zo. Kijk, en dan hebben ze het al heel snel door. Kom maar kleine. En los. En vast. En los. En vast. En los. Kom maar kleine. Ja, dat doe je hartstikke goed. Ja, braaf. Kom maar. 1, 2. Ja, hartstikke goed. 1, 2. Juist, ja.
En zo leren ze dan omheen te lopen. Ja. Sherlock is lekker aan het eten en ik heb hem met verkeerde halster omgedaan, want ik had geen zin om zijn eigen halster te pakken uit de kast, dus ik had het zadel, grapje, halsters van Troy gepakt, dus die heeft hij nu om, dus ik kan hem niet dichtklikken, want Troy heeft natuurlijk een wat kleiner hoofd dan Sherlock. En ik heb mijn spulletjes hier neergelegd, maar ik heb dit dus echt altijd. Dan leg ik mijn deken neer. En kijk nou, kleine Taco, die gaat er dan op liggen samen met Marley. En dan voel ik me schuldig dat ik die deken pak. Maar ik heb hem toch straks pas nodig. Eerst moet ik de normale deken eraf halen. En dan doe ik daarna het zadel op, hoofdstel in, dekje alles. En dan gaat die deken er weer overheen. Want het is een deken die je gebruikt bij het inrijden en het uitrijden. We gaan een stukje langs de polder. Dus dan wil je niet dat je paard het koud krijgt. En daarom doe ik dan die deken om. Omdat hij dus ook onder geschoren is. Dus vandaar. En hij staat nu nog te eten. De meningen zijn verschillend over of je nou wel of niet je paard moet voeren voor de arbeid, zeg maar. Het ding is alleen dat ik heb hem een klein beetje biks gegeven. Zodat hij lekker kan eten terwijl ik hem opzadel en borstel. Het is echt niet heel erg veel. Hij heeft daarvoor gewoon hooi gegeten. Dus hij heeft een goede basis in zijn buik zitten. En dan eet hij nu gewoon een paar brokken. Dan stappen we langzaam in. Dan kan dat alvast een beetje zakken. Dan beginnen we langzaam en dan pas zijn we echt bezig. Dus niet bang te zijn voor maagzweren. Maar ja, nogmaals, de meningen zijn over verschil. Dit is hoe ik het doe. En dat is zo leuk. Ja, of niet leuk, hè? Van de paardenwereld dat iedereen er altijd anders over denkt. Over alles. Maar dit is hoe ik het doe. Dus. Lekker brokjes! Yummy! Nou, dus eerst even die deken af. En oh mijn hemel. Ik ben blij dat hij een deken om heeft, want kijk hoe vies. Dat zit gelukkig niet op zijn vacht. Kijk! Blote billen! Oei. Helemaal bloot. Sterretjes erop. En ja, hij was dus eerst echt super goed gespierd. Alleen kerstdagen en zo. En feestdagen, dat voel niet alleen ik, maar ook Sherlock. Want ja, paardjes lijken op hun baasje. Dus als ik wat dikker word, wordt Sherlock ook wat dikker. Oh. Even scherp stellen en nu ga ik eens kijken of ik kan toveren. 1, 2... Check. Zadel op, tuigje om, brokjes op. Dit is dus mijn springzadel. Een mooi tuig. Oei, ga ik even onder je langs, oké? Okay? Ja, weer krap. Oh, weer krap. Hier alles in bruin, dus nu moet ik alleen het hoofdstel nog even doen. Hoofdstel in. En ik heb nu zijn billetjes bedekt, maar dat moet ik helemaal. Dus die ga ik eventjes inpakken met die handige klittenbandjes. Helemaal ingepakt. Deken om. Daar gaan we. Ik zit. En dan gaan we hier de deur uit. Paardje blijft lekker daar. Een klein beetje meer ruimte als het kan, Sherlock. Dat is fijn, dankjewel. Kijk, hier is nog een stuk lichter. Mooi is die, hè? Dat is Pepijntje. Die is niet van mij, dat is een pensioen. Kijk, daar hebben we Olly. Dan zijn we buiten. En dan zien we hier aan de zijkant zakjes in deze stal Lizzie. En dan hebben we hier Miracle. Die kunnen jullie wel, toch? Nee, ze heeft er geen zin in. Sherlock, kom. We gaan weer. Kom maar. Nee, Sherlock denkt. Nee, ik vind het een mooie dame. Nee, Lizzie ook niet. We gaan nu naar Alice. En daar heb je ook vast wel mooie medies, hoor, meneer. Dan lopen we hier langs. Urmerkeurt. En dan hebben we daarbinnen nog twee Shetlandjes en Desling, maar Desling.
is hier niet. Oh, dan ga je hier ook nog poepen natuurlijk. Waarom ook niet? Ja, fijn. Natuurlijk. En dan hebben we dus hier de poort. Daar gaan we doorheen. En dan moet ik even de poort openmaken. Kom maar, even mijn hoofdje eroverheen. Dat hebben we vaker gedaan. Doe ik hem hier open. Oh, Sherlock. Ruim eromheen, alsjeblieft. Kijk, dit gaat toch niet? Oh, my god. Nee, we gaan niet naar het gras. We gaan daar de poort uit. Goed gedaan. Nou, dit is dus mijn huis. En ik ga altijd rijdend naar mijn les toe. Want Alice, die Alice, die woont maar een paar boerderijen verder. Dus waarom zou ik dan met vrachtwagen... Oh, dat zit hier allemaal muggen. Waarom zou ik dan met vrachtwagen gaan als ik ook gewoon te paard kan? En dan ben ik ook meteen ingestapt. Dus dat is ook lekker. Ik ga hier de weg op. En het is gelukkig lekker rustig. En oké, kennen jullie deze jassen? Die zijn echt fantastisch. Heel erg lekker warm. Echt heerlijk. En dan zijn we nu dus even lekker aan het instappen. Gaan we naar Alice. Klein stukje verder. En er zit daar een kat in het gras. Ik dacht, wat is dat? Een vlekje. We zijn aangekomen. Dat is de stal van Alice. En daar moet Alice zijn. Heel braaf. En daar gaan we dus de rij op. Ik mocht kiezen, buiten of binnen. Dus we gaan buiten. Ze heeft ook een binnenbakje. Maar ja, weet je, waarom zouden we naar binnen gaan als we buiten? Hallo. Zullen we dat maar niet in stap gaan doen, schat? Ik zag je ernaar kijken, maar dat gaan we niet doen. Hoe ga je dat überhaupt doen vanuit stap? Nee, dat doen we niet. Goed gedaan. We zijn een beetje nat gebleven. Maar goed, versmelt het. Dus dat maakt niet uit. Het was een superleuk les. Sherlock heeft het super goed gedaan. En meneer krijgt nu zijn deken straks weer om.
zadel ik eraf en dan is het klaar. Nou, dat was weer mijn filmpje. Ik hoop dat je blij vond. Oh, niet gebillen met de schrik, dankjewel. Wij gaan nog even bezig met de ponytjes. En ik zie je heel erg graag in het volgende filmpje. Als je nou een leuk filmpje vond, vergeet niet om te abonneren en een duimpje omhoog te doen. En welke Shetlander vinden jullie nou het grappigst? Die, deze, die of die? Laat het maar weten in de reactie. Ik ben benieuwd. Ik vind deze onwijs lief. Dit is echt een schatje. Dankjewel. Doei doei.